Hi, leuk dat je kijkt. Bij deze even een korte update over hoe het gaat met mijn film. Voor degenen die het niet weten, ik ben bezig met het maken van een film over de Vereniging van Catechisten van Breda. En deze vereniging die bestaat op dit moment nog maar uit 7 vrouwen. Dat komt omdat de vereniging zich in haar laatste levensfase bevindt. En dit lijkt me dus een unieke kans, nu het nog kan, om hier een film over te maken, omdat eigenlijk heel weinig mensen iets afweten van deze catechisten. Op dit moment ben ik druk bezig met research. Ik ben onder andere dit boek aan het lezen. Gezonde gezinnen. Sociaal werk door de Vereniging van Catechisten. En in dit boek leer ik veel meer over de motivatie die ze hadden om bij deze vereniging te gaan. Het is namelijk zo, de catechisten hebben net als de nonnen gekozen voor het geloof. En voor een leven zonder man, voor een leven dus ook zonder kinderen. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze vrouwen die keuze hebben ervaren, waarom ze dat hebben gedaan. Dus ik zal daar in mijn film ook veel meer over te weten komen. En mocht jij dit nou ook interessant vinden, dan wil ik je bij harte uitnodigen om mijn film te gaan kijken.